Dit is een film over de dierenambulance Den Helder en Hollands Kroon. In deze film rijd je mee op de ambulance en ontdek je wat voor werk de vrijwilligers doen en wat ze allemaal meemaken. Zo vinden we onder andere een gewonde kat, redden we een zeehond, nemen we een kijkje bij de vogelopvang en gaan we mee naar een spoedgeval. Eerst iets over de organisatie en werkterreinen. Er zijn twee ambulances. In de gemeente Den Helder rijdt de grote ambulance. In de stad Den Helder wonen veel mensen met huisdieren. Rond Den Helder is bos, strand en zee waar veel wilde dieren wonen. In de gemeente Hollands Kroon Noord rijdt de kleine dierenambulance. Deze gemeente heeft veel akkers en weides, dorpen, dijken en een paar grote stukken bos. Samen zorgen ze voor de gehele noordkop van de provincie Noord-Holland. We stappen in bij de dierenambulance. De vrijwilligers worden opgebeld door een meisje dat een loslopend hondje heeft gevonden. Ja, rammel van de honger. Op een gegeven moment zie ik dat hondje en de meneer zei van, hè, wat loopt daar dan? En ik zeg, oh, dat is een verdwenen hondje. Ik hoop dat jullie de eigenaar vinden. Ja, we hebben een chipnummer al, dus we gaan zo iets bellen. Gelukkig. We gaan hem meenemen. Ja, goedemorgen, u spreekt met de dierenambulance. Omdat dit hondje gechipt is, kunnen ze de eigenaar bellen. Zo komt het hondje snel en eenvoudig weer terecht bij zijn baasje. Zien we u zo? Mevrouw die woonde redelijk in de buurt van een slechte been, waardoor ze het hondje niet meer kon zoeken. En gelukkig hebben andere mensen het hondje dan opgevangen. Waardoor nu weer veilig naar huis gaat. Hallo. Deze mevrouw heeft de dierenambulance gebeld omdat er een kat bij haar is komen aanlopen waarvan ze niet weet of het een zwerfkat is. Een beetje gerust te snel, hè? Om 8 uur zit hij hier al te wachten voor de schuurdeur. Voor eten. Voor eten? Ja, dat denk ik. Hij ja. weet ook waar hij het kan halen. Ja, dan. Dat wel. Dit apparaat is een zogenaamde chiplaser. Hiermee kan de chip, die mogelijk onder de huid van het dier is ingebracht, worden opgespoord en worden uitgelezen. Hij heeft geen chip. Hij is super gezond, dus we laten hem weer lopen. Met het advies aan mevrouw om niet meer te voeren. Huisdieren, ook zonder chip, worden dus niet zomaar naar het asiel gebracht. Deze mevrouw heeft ook gebeld over een zwerfkat. Omdat het diertje niet gechipt is, onbekend is in de buurt en een verwaarloosde indruk maakt, wordt het beestje naar dierenasiel het schuthok gebracht. Deze mevrouw had jullie al gebeld. Ze had al contact gehad met jullie. Konden we naar jullie toe brengen. Was hij gechipt? Nee, hij is niet gechipt. Okay. Nee. Prima. Ja. Zo. Even een plekje. Krijgt hij zo even lekker wat eten en drinken. Oké. Ja? Ja, mag je hem achteruit. Mocht de kat een eigenaar hebben, dan kan deze zijn of haar huisdier hier terugvinden. Tot die tijd wordt het dier goed verzorgd door de medewerkers van het schuthok. Na elk transport worden de spullen zorgvuldig schoongemaakt en ontsmet. Alles wordt weer netjes opgeborgen, zodat de ambulance startklaar is voor het volgende dier dat vervoerd moet worden. De ambulance krijgt een melding over loslopende kippen, midden in de stad. Ah, oké, en daar hebben jullie ook in de buurt gekeken? Ja. Ja, want daar kregen we de melding dat ze daar, daar in de bosjes zouden zitten. Ja. Ik kan het vragen bij dat huis. Ze kunnen ook hier onder de schutting langs. Waar zijn ze? Oh, het zijn uw kippen? Ja. Ja, we krijgen dan een belletje dat er drie kippen hier voor de... Vals alarm. De kippen zijn gewoon van iemand. Echte scharrelkippen. Nee, maar ze zijn van ons en af en toe wel.
sliepen ze eronder door, maar met de eten zijn ze alweer terug. Oh, oké. Okay. Nou, dan laat ik zo. Dat komt allemaal goed. Oké. Okay. Okay. Hey, dankjewel. Dank je wel. Doei. Doeg. De dierenambulance wordt opgeroepen door kinderen omdat ze een gewonde kat hebben gevonden. We hebben gebeld, want daar ligt een kat en die is gewond aan zijn pootje. Hier ergens? Ja, hier zo. Hier is de kat. Waarom? Hij heeft een hele wond bij zijn rechterpoot. De vrijwilligers moeten zich een weg door dicht struikgewas banen om bij het zieke dier te komen. Dat is hem. Pas op, kijk. Oh ja, hij is heel groot. Nou, ik ga maar even zo kijken of hij gechipt is. Dat blijft nu rustig zitten. Zal ik even de schipper pakken? Ja, hij is gechipt. En hij staat geregistreerd bij NDG. Als de vrijwilliger het chipnummer intoetst, is er een merkwaardige verrassing. Alleen het staat geregistreerd als hond, dus dat is een beetje apart. Ja, hij staat geregistreerd als hond in Schravenhagen. Dus even kijken of ik hem goed heb ingevoerd. Mevrouw, hij heeft ook nog een teken hier. Ja? Ja, het klopt toch echt dus. Dat is heel apart. Het nummer wordt gebeld. Nou, dat nummer is niet meer in gebruik. Ja, dus dan is de procedure anders. Dan nemen we het katje toch maar mee. Dan nemen we even contact op met de dierenarts, zodat hij kan kijken naar de verwonding. Ja. En dan gaan we verder kijken. De kat wordt naar de dienstdoende dierenarts in Julianendorp gebracht. Helemaal in de bosjes verstopt. Het heeft een hele verzwakte indruk, maar je hoort het ook aan het mouwtje. En dan kregen we een hond. We hebben het nummer nog gebeld. Het is goed dat de kinderen de dierenambulance gebeld hebben. Want het arme dier heeft een flink gat onder de oksel. Zijn ankel gewond. Ja. Het was een opengebroken absces. Het kan best zijn dat hij daar knap ziek van is geweest. Tot het moment dat het open gaat. En dan knap je weer op. Nu is slechts een gat in zijn vel. Daar komt wel overheen. Daarom is hij ook wel wat uitgedroogd geraakt de afgelopen dagen. Ik denk als je hem nou wat voorzet, dat je best wel wil eten hoor. Ja, de kinderen die hem gevonden hebben, die hadden al wat te eten gegeten. Dus. En dat wil je wel hebben, hè? Ja, dat ja. Ja, precies. Ja, zie je wel. Heeft hij een take? Ja, hij heeft hier een take bij zijn bek. Ja. Nou, zal ik die even weghalen en een antibioticumprik geven? Ja. Lijkt allemaal metervallig, ja. Ja, dus goed nieuws. De schuddok is nu natuurlijk dicht. Dan gaat hij eerst daar de nacht in een hokje. Ja. De kat laat zich gemakkelijk behandelen. Blij met de verzorging. Oké, moeten we nog bijzonderheden melden aan het schuddok? Opengebroken absces. Oké. Als hij morgen lekker eten zou, dan komt hij er wel. Oké, helemaal goed. Ja. Ja. Oké, hartstikke bedankt. Ja, dank u wel. Ja, ik hou van mensen, ik hou van dieren en ik hou van autorijden. Dus voor mij is dit de ideale baan. En dat is eigenlijk ook hoe ik hier terecht ben gekomen. Hiervoor heb ik gewerkt als vrijwilliger bij het schuddok. Dat was voor honden en katten de opvang. Ja, en via de avondvierdaagse kwam ik in contact met mensen van de dierenambulance. En ook gevraagd, zijn jullie nog vrijwilligers nodig? Nou, daar staat dus op te springen, vooral chauffeurs. Dus ja, het lot heeft ingegrepen en nu ben ik hier aan het rijden. Ik heb ook heel veel plezier in mijn werk. Leuk. Dus, ja, ik vind het echt geweldig. Het is al laat. Het asiel is gesloten en de medewerkers zijn naar huis. Gelukkig hebben de vrijwilligers de sleutels en kunnen ze na sluitingstijd ook naar binnen. Alle katten die nieuw binnenkomen, die blijven eerst sowieso 2 weken in quarantaine om te kijken of ze niet een of andere ziekte hebben, om besmettingsgevaar te voorkomen. En ja, ze hebben het ook allemaal heel netjes ingericht. Er is altijd plek voor meerdere katten. Dus we kunnen nu de kat plaatsen. We gaan de kat nog melden bij Amiveen, de overkoepelende organisatie die zwerfdieren eigenlijk bijhoudt en registreert. En dan hopen dat de eigenaar zelf ook kijkt op Amiveen en zich meldt. En dan kan die weer terug naar de eigenaar. En mocht dat helaas niet gebeuren, dan heeft Schut ook een heel goed plaatsingsbeleid. Dus die gaat dan op zoek naar een nieuwe baas. Wow! Wow!
De dierenambulance is op bezoek bij de bevers van scouting Jutters Willemsoord. Een brancard. Oh ja. Kijk, als ze voor honden. Ze krijgen een rondleiding door de ambulance. Zoals je ziet staan hier een heleboel hokken en bakken. Van groot tot klein. Hele kleine confuses en zuurstofzaken. Dit is de kleinste die we hebben voor muizen en dat formaat. Als we een hond mee moeten nemen die we gevonden hebben, dan hebben we hier een bench waar we hem in kunnen stoppen. Voor grote vogels een bak, handschoenen als het een hele smerige rommeltje wordt. Dit is gewone zeep voor schoon te maken. En dit is met alcohol erin, die heeft ook een ontsmettende functie. Vangstokken, grote netten, kleine netten. Voor als we eenden of andere vogels die in het water terechtgekomen zijn moeten vangen. En dit is de meest vervelende la. Dat is de la met lijkenzakken in verschillende maten. Want we brengen natuurlijk ook een hoop dieren op bezoek van de eigenaren naar het crematorium. Dit is het belangrijkste hulpmiddel wat wij hebben. Als de ambulance er niet is of stuk is, zijn wij helemaal uitgepraat. Kunnen we niets voor de medemens en de dieren in nood doen. Met de dierenambulance, goedemiddag. De ambulance van Den Helder krijgt een melding binnen uit Annapallona. Annapallona ligt in de gemeente Hollands Kroon. Een eend, zei u? Eend, ja. Wilde eend. Misschien dat we even onze partner in Hollands Kroon waarschuwen dat die gaat kijken. Ja. Okido. We gaan een eendje afleveren. Die is gewond aan zijn vleugel en aan zijn rechterpootje. En waarschijnlijk is die aangereden. De dierenambulance van Hollands Kroon werkt samen met de Bonte Piet in Midwoud. Het asiel vangt vogels en egels op in een grote loods met ruime hokken. Er worden veel water- en weidevogels gebracht, maar er worden ook egels opgevangen. Zelfs een hele bijzondere witte egel, een albino. Maar die wil niet gezien worden. Deze egel heeft een gebroken pootje in het gips. Een andere gast is de zeldzame roerdomp, een rietvogel. Hij is langs de weg gevonden door mensen. De mensen van de Bonte Piet zullen de eend onderzoeken en behandelen. Onderweg terug ziet de vrijwilliger een schaap liggen. Even kijken of ik het... Ik denk dat ik even ga draaien. Gelukkig. Niets aan de hand dit keer. Ja, dat gebeurt ook heel veel hier, dat we daarvoor gebeld worden. Voor een schaap die op zijn rug ligt. We zijn terug in Den Helder. Het is voorjaar. De ambulance heeft het druk met jonge vogels. Kijk, hij heeft hier ook een plek. Zie die? Ik zag een extra. Ja, die pakte hem. Die denkt, ja, dat is eten. Hè? Dat maakt ja, maken. Ja. Dat is het leven van een vogel. Ja, hij heeft 40, maar het is echt nog een jong. Ja. Ja, dat is allemaal jong leven. Hè? Ja, dat is allemaal leven. Moet je allemaal kans geven. Ja. Ja, succes. Ja. Oké, dank u wel. Ja, is goed. Nou, fijne dag. Doei. Oké. De tortelduif wordt naar vogelasiel De Paddenstoel in Den Helder gebracht. Klokje, jij kind. Je bent zo klein, het kan wel. Het is al laat. En de mensen van het asiel zijn er nu niet. Ze komt drinken, Laura. Dan halen ze hem eruit en dan gaat hij naar binnen. Ja. Dit zijn echt opvanghokken. Ook voor de mensen die even een vogel kwijt willen, die kunnen hem hier plaatsen. Oh, dus als ik een vogel vind, ja, kan ik hem in dat hokje doen? Ja. In het bos loopt een klein haantje. Hoppa. Hopsa.
gaan die naar het vogelasiel. De vrijwilligers brengen het ook naar de paddenstoel. Zoals Hollands Kroon samenwerkt met de Bonte Piet, zo werkt Den Helder samen met de paddenstoel. Hij liep ergens in het bos rond. Laura komt het diertje in ontvangst nemen en neemt het mee voor onderzoek. Ja, ik vind dat hij er goed uitziet, is goed doorvoed. Ze kan echt niet alle hanen opvangen die door mensen worden gedumpt. We hebben er veel en we kunnen ze niet kwijt. Ze moeten door naar een hanenopvang. Dus we hebben liever dat mensen ze direct doordoen naar de hanenopvang. Hm? Maar ja, als er zo eentje alleen in het bos loopt, dan moet je toch wel een eerste opvang hebben. Het haantje voelt zich al goed thuis hier. Ook in vogelasiel de paddenstoel zit het vol met verschillende soorten vogels. Krijgen nog een meerkoet binnen? Maar dat is die meerkoet, ja. Nu ze er toch zijn, kijken de vrijwilligers meteen even naar een zwaargewonde meerkoet. Maar verder zit er niet veel leven in, zeg maar. Dus... Ja, hij wil wel, maar het gaat niet, hè? Nee. Met het hoofd. Nee, we nemen wel mee naar de dierenarts. Ja. We vermoeden dat hij aangereden is. Want zijn nekje staat, zijn hoofdje staat naar achter. Oh jee. Ja, maar dit is geen redder meer aan. Nee, om 2:30 zijn we gebeld. Nee. Het heet een torticollis, hè, een draainek. Oké, dus hem eventjes... Het komt ook gewoon een hersenprobleem. Ja, het kan van alles zijn. Het kan ook een infectieziekte zijn. Okay. Maar hier zie je dus dat hij dus deze poot zo doet en die strekt hij. Ja. Dat is dus een aanwijzing voor een hersenprobleem. Want hij is in een goede voedingstoestand. Ja. Ja. Weet je wat je doet? Hou even zijn hoofd zo dat hij niks ziet. Want anders gaat hij maar blijven draaien. De dierenarts besluit het beestje uit zijn lijden te verlossen met een injectie. Ja. Ik probeer het ook wel een beetje te relativeren soms, hè. Mooi, met zo'n geel plekje. Ja. Ja. Nee, maar dat is dan maar even lekker zo liggen. Soms is dat het meest beschaafde om te doen. Als hij lekker draait, heeft, ziet hij de wereld op zijn kop natuurlijk. Ja, hè? Dat. Dan, ja. Ja, het is niet anders, jongen. Nee. Maar je kunt niet altijd iedereen redden. Zo precies. Ja? Dat is ook zo. Daar ben ik me ook van bewust. We nemen ze mee en we brengen ze weg. Heel goed. Dankjewel. Graag gedaan en volgende keer iets leukers. Goed. Dag. Tot ziens. Dag. Doeg. Nou, ik doe dit omdat ik echt begaan ben met het dier. Dus ik probeer ze altijd zoveel mogelijk te helpen. Ik deed dat altijd al op eigen initiatief als ik wat vond enzovoort. En daarna vond ik, toen ik wat meer tijd had, dat ik gewoon bij de dierenambulance kon gaan. Zodat ik het wat vaker de dieren kon helpen. Elk dier gaat mij aan het hart. Deze, u staat vlakbij het hengstenpad, klopt dat? De ambulance is op weg naar het strand. We zijn onderweg naar u toe. We zijn er bijna. Okay. Wandelaars hebben een jonge, grijze zeehond gevonden. Dit is een van de bijzondere werkzaamheden van de dierenambulance in de maanden januari en februari. Als de jonge zeehonden worden geboren. Ah, hij zit goed in het vel. Het is een roofdier, hè? Houdt u er rekening mee? Ja. Nou, zet hem op, meneer. Ik maak even een fotootje voor Piet de Buren. Ja, jongen. Ja, ik ben blij dat hij het geld heeft. Succes! Dag! Okay. Alle gevonden zeehonden gaan op een lange reis naar de zeehondencrash in Piet de Buren. Voor de reis die het jonge dier gaat maken, krijgt het nog wat water toegediend. Ja. Ik breng dit aan de zijkant van zijn mond, zo. Ja. En als hij hapt, dan gaat hij naar het midden van zijn keel. Dan voer ik hem een stukje naar binnen en dan moet jij hier water in gieten. Zie je, daar gaat hij. Ja. Om dit te mogen doen zijn de vrijwilligers speciaal getraind. De reis begint. De zeehond wordt door de grote ambulance naar Ewijksluis gereden.
Nou, hier verderop staan onze collega's van de KDA ons waarschijnlijk al op te wachten. Nou, daar staat hij. De reis gaat verder met de kleine ambulance naar Den Oever. Hier wordt het dier opgehaald door de dierenambulance uit Leeuwarden. In Leeuwarden wordt het jong opgehaald door de ambulance van de crèche en naar Pieterburen gebracht. In Pieterburen kan het jonge dier aansterken, zodat het later weer terug kan naar de zee. Ga je aanleggen. Met deze hond is niets aan de hand. Het is een oefenhond. Goedemorgen, welkom op de praktijkochtend van de EHBO. We gaan op deze twee tafels gaan wij pootverband in ieder geval leren aan te leggen. En op de achterste twee tafels zal ik met jullie het spoedonderzoek gaan oefenen. Wat ik belangrijk vind, wat je nu voelt, is dat je de frequentie kan beoordelen. De vrijwilligers krijgen les van dierenartsen in eerste hulp bij dieren. Ik pak bij de pootjes die straks op de tafel komen te liggen. En dan gaan we heel zachtjes neerleggen. Is een voorbeeldhond die het spannend vindt, is dat wat lastiger. En dan zie je al, Cindy pakt direct de twee onderste pootjes vast. Die onderste pootjes hebben ze nodig om op te staan. Zorg altijd dat er een klein laagje van de polstering onderuit komt. En straks ook weer bovenuit komt. Door veel te oefenen weten ze precies wat ze moeten doen als ze gewonde dieren moeten vervoeren. En dat is soms echt nodig. Wat is uw naam? Visser. Dit is een spoedgeval. We gaan naar de Pasteurstraat. De vrijwilligers krijgen een melding van een doodzieke hond. Het gaat heel slecht met de bennenzennen. Laat de urine lopen. Ontlasting laat hij lopen. Meneer heeft contact gehad met de dierenarts. En de dierenarts heeft gezegd, kom maar gelijk hierheen. Die meneer heeft ons gebeld. Dus wij gaan nu als taxirit voor die meneer. Die heeft alleen een fiets. En dan gaan wij die meneer helpen om zo gauw mogelijk met de hond bij de dierenarts te komen. Hij reageert niet. En, Hij ademt nog wel. Moet nog meer ruimte hebben. Nee hoor. 1, 2, 3. Oei. Liefde. Ja, sorry. Wacht even. Telefoon bij me, ja. Moet ik wel bij me hebben. Gaat u, Herman? Ja hoor. Wacht even. Voordat ik zelf lang uitleg dan. Ja, gaan we zitten. Wat er aan de hand is, dat kan ik niet zo zeggen, want dat is aan de arts om dat te constateren. Maar het beestje zelf is er heel slecht aan toe. De hond wordt direct onderzocht. Maar de arts ontdekt een zogenaamde maagdraaiing in een vergevorderd stadium. Het arme dier is al begonnen met doodgaan. Het baasje vindt ook dat zijn huisdier uit zijn lijden mag worden verlost. Het meest respectabele, denk ik. Ja. Ook op dit soort trieste momenten zijn er vrijwilligers erbij om te helpen. Ze nemen de tijd zodat het baasje afscheid kan nemen van de hond. En daarna moeten er allerlei dingen geregeld worden. Ze heeft van de dierenarts een foldertje gekregen met het cremeermogelijkheden. En ja, een andere optie is of mee naar huis nemen en zelf begraven of wat dan ook. Of bij de gemeente afleveren. Maar het feit is net gebeurd, dus meneer wil graag even wat denktijd. Want ja, hoe vreed en hoe hard ook, er zit ook een kostenplaatje aan. En dat is ook een overweging natuurlijk. Dus
Meneer moet even rustig de tijd krijgen om te bedenken wat hij wil. Na afloop brengen ze de eigenaar weer thuis en condoleren de familie met hun verlies. We zijn net bij de dierenkliniek geweest. Daar hebben wij een zak opgehaald met een overleden huisdier. En het huisdier gaat nu naar het crematorium in Schagenbrug. Daar zal het worden gecremeerd. Als het beestje is gecremeerd, dan nemen we de urn weer mee terug en die brengen dan weer naar de eigenaar. Dit is het crematorium voor huisdieren. Ook al is het heel verdrietig dat een huisdier sterft, hier kan men gepast afscheid nemen en de as in een urn laten doen als herdenking. We zijn nog even terug bij de bevers. Ze krijgen ook les in EHBO. De vrijwilligers van de dierenambulance vertellen over hun werk. Als de dieren gewond zijn, dat ze ons bellen, dat wij komen en wij zoeken dan een oplossing. Dan brengen ze naar de dierenarts of naar huis. En als ze dan een beetje bloed hebben, dan kunnen we dat even doen. Maar de dierenarts doet alles. Net als dat de ambulance met mensen naar het ziekenhuis toe brengt. De kinderen mogen zelf ook oefenen met het verzorgen van gewonde dieren. Gaan we het één keer voordoen, hè? Net zoals in het ziekenhuis doen ze dat ook, hè? Doe maar eromheen. Ja, in het echt gaat dan zo'n hond niet u bijten, als die bezig is? Ja, dat zou kunnen. Dan hebben we doen we een bandje om zijn bek heen of een muilkorfje. Ah, oké. Okay. Maar dit is een hele lieve hond. Maar de kinderen nemen altijd hele lieve honden mee. Ja. Oh kijk, plakbandje. Dan kan blijft hij goed zitten. Oh, ik heb ook een twee plakbandjes. Kan dat eigenlijk wel? Ik heb ook een broken. Ja. Jullie krijgen allemaal een tekening. Jij één. Jij één. Wie wil er nog meer een tekening? Kijk, mag je allemaal mee naar huis nemen en je mag je allemaal kleuren. Tot slot van deze film gaan we nog één keer het strand op. Het is compleet vrijwilligerswerk. Het kost een hoop tijd, maar het is leuk en ontzettend dankbaar werk. Ja, hij is wel lekker vet. De linker voorflipper doe ik niet. Nee, hij gaat er wel mee. Het zijn 24 uur diensten. En ja, je rijdt samen met een collega. En dan ben je de hele dag op pad. En de ene keer is het drukker dan de andere keer. Ja. En, de ene keer heb je een handvolle melding. En de andere keer begint je dienst om 9 uur. En dan heb je mazzel als je om 11 uur 's avonds thuis bent. Ja. Dus ja, best wel druk. Niet twijfelen, gewoon over hem heen. Niet twijfelen, gewoon down. Het meeste wat je doet is toch het meest trieste werk van dieren die aangereden zijn of dieren die het gewoon niet gered hebben daardoor. Nee. Dat is het meeste werk. Ja. Nou ja, gelukkig hebben we vandaag ook een zeehond. We hebben vandaag een zeehond weg kunnen halen die ogenblikkelijk er redelijk gezond uit zag. En nu op weg is naar Pieterburen. En hopelijk snel weer op de benen is en dan kan hij weer uitgezet worden. Ja. Dit zijn de vrijwilligers van de dierenambulance Den Helder en Hollands Kroon. Deze film werd mogelijk gemaakt door een schenking van de coöperatieve windmolenvereniging van de Noordkop.